Ja, Jasmin Kerbach van de SPA is komen aanschuiven. Dag, mevrouw Kerbach. U vraagt Vlaams minister Muiters om er bij de werkgevers op aan te dringen die minimumlonen op te trekken. Binnenkort start het interprofessioneel overleg tussen de sociale partners. Dat moet daar dan op tafel komen voor u? Effectief. Vandaag hebben we in het parlement gedebatteerd over het probleem van de werknemers met de laagste lonen. Hè. Dat er meer en meer werknemers moeite hebben om rond te komen. En minister Muiters heeft eigenlijk het probleem wat weggewuifd om te zeggen van ja, kijk, er is al een federale tax shift. Hè. Dus, die werknemers... levert ook iets op, heeft hij geïllustreerd voor mensen tot 3.300 euro bruto. Levert dit 100 euro netto op? Het heeft wel effect, zegt hij. Die tax shift is een eerste stap naar lastenverlaging, maar het biedt nog niet de zekerheid die de mensen verdienen. Hè. Postbode, zorgkundigen, die keihard werken, en het gaat over die inkomenscategorie. Ligt de sleutel op het Vlaamse niveau? Nee, op federaal niveau. Dus daarom dat ik ook gepleit heb om enerzijds de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Namelijk, je kan meer zekerheid geven aan die laagste lonen. Je kan werken lonender maken door simpelweg de minimumlonen te verhogen. Dat is één. En je kan als federale regering dat betaalbaarder maken ook. Zowel voor werkgevers en de lasten op voor de werknemers te verlagen door een fiscale werkbonus. Ja, maar volgt u dan de minister als hij zegt, laat ons dan in Vlaanderen doen waar wij voor bevoegd zijn en die 500 euro wat die maatregel van VOCA zou kosten aan iets anders uitgeven? Ja, 500 miljoen euro zou die kost zijn. We hebben aangegeven van, kijk, het is beter om het federaal niveau te doen, want er is al eens een jobkorting geweest. Dan kan Vlaams minister Muiters wel gaan aandringen bij werkgevers. Ja. Dan kan hij eventueel aandringen bij federale collega's, maar meer kan hij dan niet meer doen. Ja, naast het verlagen van de lasten en ook het werken lonender maken, kan hij natuurlijk wel ook investeren in opleiding. We hebben al jaren gepleit om... Dat doet hij toch? Enfin, zegt hij toch? Hij zegt dat hij dat doet, maar als je naar de feiten kijkt, zie je dat net die groep, de laaggeschoolden, achterop hinken. Dat die het minst geholpen worden in het Vlaamse opleidingsbeleid. Dus het is onvoldoende om gewoon het probleem weg te schuiven naar een ander. Hij vraagt wel een beetje geduld. Hij zegt een aantal maatregelen zijn nu pas in werking getreden. Laat ons nog even afwachten om dan de balans op te maken. Ja, dat is ook te gemakkelijk, want hij heeft ook maatregelen genomen die al meteen ook een zeer nefast effect hebben, zeker naar langdurige werkzoekenden, want dat is dan een groep die het ook moeilijk heeft, waar VOCA ook extra inspanningen voor vraagt. Die groep, dus de langdurige werkzoekenden, de aanwerving van die groep heeft minister Muiters net duurder gemaakt. Hij is de enige minister in decennia. En hoe heeft hij dat gedaan? Door de doelgroepkorting voor de langdurige werkzoekenden af te schaffen in zijn beleid rond de doelgroepen. Terwijl dat dan natuurlijk een verkeerde beslissing was. Was dat geen compensatie of een soort van fiscale compensatie, die doelgroepkorting? Ja, die doelgroepkorting die zorgde voor een verlaging van de werkgeversbijdrage en die zorgde ervoor dat de werknemers netto meer overhielden. Dat is eigenlijk ook wat VOCA vandaag Precies. Dus het is een beetje raar dat VOCA toen met de minister effectief die loonkost verhoogde daar niet op reageerde. Ik denk dat ze daar toen nog niet mee bezig waren met dat probleem. Ik ben blij met het voorschrijdend inzicht van VOCA. Dat is daarom dat ik ook aan de minister heb gezegd van ja, als zelfs VOCA pleit voor meer koopkracht, dan is het toch ver gekomen. Blijft wel die kostprijs van 500 miljoen euro. Dat is als je een Vlaamse jobkorting zou invoeren. Als je op federaal niveau een fiscale werkbonus invoert, dan kan je veel gerichter werken op de laagste lonen in de inkomstenbelasting en kost dat minder en is het effectiever. Maar goed, de sleutels liggen federaal. Ja. Het is aan het Vlaamse niveau om daar te gaan aandringen. Ja, en te wijzen ook op de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ja. Van de werkgever, dat zeiden we in het begin van het gesprek. Ik heb de minister gevraagd, dring bij de werkgevers aan om die minimumlonen op te trekken. Waarom vraagt u dat niet aan, ik zeg maar iets, het ABVV om dat op tafel te leggen? Want zij zitten wel in de groep van 10 die dat interprofessioneel akkoord moet afsluiten. Het ABVV heeft nu ook in het kader van de onderhandelingen op federaal niveau rond het interprofessioneel akkoord net ook zo'n voorstel ingediend om het minimumuurloon op te trekken. Dus ik reken erop. Dus hoe meer mensen het vragen, hoe groter de kans. Ja, effectief. Ik hoop dat op die manier er een breed draagvlak is, ook in de politiek, om dat ook mee te realiseren. Oké, bedankt voor dit gesprek, mevrouw Kerbach. Blijf nog even bij ons, beste kijker. We gaan het straks hebben over de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.